Goedendag, ik ben Maurice Vollebrecht en ik heet u van harte welkom bij deze tweede aflevering van het tiende seizoen van Ondernemersloons. De zakelijke talkshow die draait om ondernemerschap, investeren en genieten van het leven. Ons programma is ieder weekend meerdere keren te bekijken op RTL Z. Onze studio is, u weet dat, gesitueerd in het koetshuis van kasteel Hoekelum te Bennekom. Een locatie met ontegenzeggelijk een rijke historie. Mijn zeer gewaardeerde gasten, daar zitten ze, die hebben inmiddels op het statige meubilair van Jan Fransen plaatsgenomen. Het gaat deze week, u ziet daar zitten, om advocaat personen- en familierecht Conchita van Rooij, maar zeker ook om Martin Kooijman van Winsys IT Solutions. En dan hebben we daarnaast zitten Mark Wilhelmus, dat is onze life planner van de week. Maar later in het programma spreek ik ook nog met Felix Berkhout van Max Crowdfund natuurlijk. En ook met rasondernemer Hemmy Kerkeling die daar achteraan zit over zijn softwarebedrijf ID Sugarfree. Ook nemen we opnieuw een kijkje in Luxemburg op het internationale kantoor van de van origine Belgische private bank De Groof Peterkam. En uiteraard is ook mijn zeer gewaardeerde collega Laurien Verstraten vandaag van de partij. Zij gaat langs bij Michel Kappen, de oprichter van Scotch Whisky International, ook wel Scotch Whisky Investments. En zij verdiept zich wederom in campers, waarvoor ze te gast is bij de Camper Gallery Apeldoorn. Maar er komt nog veel meer aan bod vandaag, beloofd. Wederom genoeg te ondernemen. Ik krijg zo vast nog een heerlijke kop koffie van Chantal Bosker van de Leeuw. En daar ben ik er helemaal klaar voor. Een uur lang kijkt u thuis naar Ondernemers Lounge op zakenzender RTL Z.